28 maart 2014, goedemiddag, dit is het nieuws. Vandaag, precies 100 jaar geleden, kon de mens voor het eerst naar een radio-uitzending luisteren. En die wereldprimeur vond plaats in ons land. En meer bepaald op het domein van het Koninklijk Paleis in Laken. U luistert naar een reconstructie van die eerste uitzending met de stem van de originele omroeper Joseph Longer. Hallo, hallo. Ici Post Radio Telegraphique et Radio Telefonique de Laken, près de Bruxelles.